verandering van de doelgroep en misschien verandering van de naam. Maar de kern is er over 20 jaar nog. We zien jullie over 20 jaar terug bij de cursus valpreventie. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. 20 jaar brede scholen. Dat is 20 jaar activiteiten voor kinderen in Mokkelsel om ze optimale kansen te geven om hun talenten te ontwikkelen. Kijk, dat is een mooie volzin. Ja. Kan zo op een tegeltje. Ja, maar het gaat niet om de volzin, het gaat echt om die activiteiten. Het gaat echt om die kans om kinderen te laten ontwikkelen. En dat is waar wij voor zijn en dat doen we al 20 jaar in verschillende vormen. Er is veel gebeurd, niet 20 jaar, maar er is ook een heel sterke continuïteit in. Ja. Laten we even teruggaan naar 20 jaar geleden. Hoe is het idee ontstaan? Het idee is echt vanuit het veld ontstaan. Dus er waren een aantal directeuren. Toen waren brede scholen echt in opkomst in Nederland. Hè, in Groningen, in Rotterdam, et cetera. En toen ontstond het idee ook hier. En maar wat is het idee van een brede school? Het idee is hier heel erg inderdaad, wat Lex net al aangeeft, de optimale ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk realiseren. En dat kan alleen maar met alle partijen. Dus we hebben ook van begin af aan, en dat is nog steeds actueel, gezegd, een brede school is geen gebouw. Een brede school gaat echt om de samenwerking. Om gezamenlijk, ja, die zo optimaal mogelijk. En alle partijen, dat zijn? Alle partijen zijn. Dus het is ook heel erg afhankelijk van in welke wijk een brede school staat. Wij zijn natuurlijk voor heel Bokstel. Maar partijen kunnen zijn bibliotheek, sowieso de scholen natuurlijk. Hè, kinderdagopvang. Op sommige plekken politie, op andere plekken. Nou, het is heel divers. Het is heel erg op maat wat er nodig is op een bepaalde locatie in een bepaalde wijk. Ja, en jullie zijn nu best groot, best breed. Was dat aan het begin al zo of is het uitgebreid? Dat is uitgebreid. We zijn ook niet zo groot. Tenminste, we doen heel veel, maar het team is in feite maar heel klein. Er zijn maar 7 mensen. En dan FTE is nog minder. Dus het is een klein, maar heel actief team met veel activiteit. En dat is door de jaren gegroeid en ook wel veranderd. Maar we werken altijd op de vraag die er is vanuit het veld. Dus we gaan niet zelf iets bedenken, we reageren altijd op wat er gevraagd wordt. Ja, maar binnen de brede scholen zijn er verschillende richtingen. Ja, we hebben in de loop der tijd een aantal leerlijnen ontwikkeld. Het is ooit begonnen, de financiering is ooit begonnen vanuit onderwijsachterstandengeld. Dan zit het heel erg op taalontwikkeling. Dus was een relatie met voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen. Dus de eerste lijn die ontstaan is, was taalontwikkeling. Daarna is er buurtsport bijgekomen, dus is sport en bewegen is een lijn. Kunst- en cultuureducatie. En uiteindelijk waren er ook vragen naar wetenschap en techniek en natuur- en milieueducatie. Dus die 5 lijnen vormen wel nog steeds zeg maar de uitgangspunten, de basis van hetgeen wij doen. En die lijnen gebruiken we in de gesprekken met de scholen, hè, om in te zoomen, ja, wat is er nodig op welke plek. Ja, en voor wie is de brede scholen speciaal bedoeld? Voor niemand speciaal. Ja, voor kinderen, daar begon ik mee. Kinderen en hun ouders eigenlijk, hebben we gezegd. Maar alle kinderen of? In principe alle kinderen, ja. We willen alle kinderen de optimale mogelijkheden geven om hun talenten te ontwikkelen. En wat daarvoor nodig is, verschilt natuurlijk per kind. Maar in principe is het voor alle kinderen in Bokstel. En je ziet nu ook de laatste periode ook een uitbreiding, dat we naar nieuwe doelgroepen gaan. Dus we doen ook een aantal dingen voor volwassenen. Dus langzaam gaat de doelgroep van 0 tot 100. Kind komt hier naartoe om zich op een bepaald punt te ontwikkelen? Of? Nee, kind komt niet hier naartoe. De activiteiten vinden plaats in heel Bokstel en Lennersheuvel, Liemde en Est natuurlijk. Zodat kinderen ook in hun omgeving mee kunnen doen aan activiteiten als voorbeeldje. Want dat werkt natuurlijk altijd fijner. Hè? Ja. We hebben bijvoorbeeld vanuit Buurtsport Plein Actief op een aantal plekken. Dat is op 5 of 6 verschillende plekken in Bokstel. En dat rouleert, zodat kinderen altijd op een plek bij hun in de buurt kunnen deelnemen. Dus hier is ons kantoor, maar dit is niet de brede school. Ja, dus een brede school, maar niet de brede school. De brede school, Stichting Brede Scholen is de organisatie. En we zitten dus heel erg op activiteitenniveau op alle plekken. Ik ben dan nog steeds benieuwd naar het doel van de brede scholen. Dat gaat dus op 3 verschillende gebieden. Hè. Dus cultuur, bewegen, kennis laten maken met verenigingen. Dus er zitten een aantal stappen in. In de school, na school. En ja, dat is goed begrijp, zijn het eigenlijk dingen die je niet op school leert? Of die je naast de normale. Ja, ja. Scholen hebben natuurlijk gewoon hun curriculum. En er zijn. Dat is een moeilijk woord voor. Voor het lesprogramma. Ja, het hele programma, zeg maar. En wat wij gedaan altijd hebben, is zeg maar een aanvulling daarop. Dus we noemden het altijd, we werken met een soort van 3-trapsraket. In schools maken kinderen kennis met iets.
als je naar cultuur kijkt, ja, kan over van alles zijn, sport en cultuur. Hè. In het naschools aanbod zit daar een stukje verdieping op. En dan heb je natuurlijk een derde trap. En dat zijn bijvoorbeeld verenigingen, muziekverenigingen, sportverenigingen. Dus zo leid je kinderen toe naar hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen. En dat is natuurlijk een van de... Ik snap het. Is het gratis? De deelname is over het algemeen gratis, ja. Niet voor alles, hoor. Sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Maar als het echt dat tot moeilijkheden leidt, omdat een bepaald gezin het niet kan betalen, is daar ook altijd een oplossing voor. Ja. Dus we willen wel zorgen dat het voor iedereen toegankelijk is. Okay. Ik las op de site ook het woord ouders. Dus ook voor ouders is. In het begin was het veel meer voor ouders. En praten we ook veel meer over wederkerigheid. Dus als jouw kindje 10 keer meedeed aan een naschoolse activiteit, verwachten we ook iets van die ouders terug. De tijd is veranderd. Bijna alle ouders werken. Dus je kunt die vraag wel stellen, maar als het niet kan, dan kan het niet. Je bedoelt dat ze hier komen helpen of zo? Ja. Ja, dan was het bijvoorbeeld, weet je, 10 keer. Nou, kom jij 2 keer mee even drinken inschenken? En ook dat je zag van, god, maar hier is mijn kind mee bezig. Hè? Dus ook dat stukje ontwikkeling volgen. Ouderbetrokkenheid is natuurlijk per definitie belangrijk. Maar er zijn natuurlijk heel veel kinderen ook die naar de BSO gaan. En BSO's nemen ook deel, hè? Ook een van de samenwerkingspartners. Dus dat is veranderd in de loop. Oké, nou dat was de afgelopen 20 jaar. Dan gaan we naar de toekomst. Daar zit dus een deel continuïteit in. Het blijven dezelfde activiteiten en soort. Maar je ziet die verbreding van de doelgroep. En we hebben de afgelopen jaren ook een soort herbezinning gehad op waar we mee bezig zijn. Of er draagvlak voor is nog steeds. En dat is? Dat is er zeker, ja, dat is de positieve uitkomst. De aanleiding om dit hele proces te starten was wat minder positief. De gemeente op een gegeven moment moest bezuinigen, daar is alle begrip voor, maar dat heeft natuurlijk wel gevolgen voor onze organisatie. Dus we zijn gaan kijken hoe kunnen we in de organisatie snijden met behoud van de kwaliteiten die we hebben. Toen is het team op dat moment ook wat kleiner geworden. Toen zijn we ook in gesprek gegaan met de scholen en de partners van waar is nou precies vraag naar, wat verwachten jullie van ons, welke rol zien jullie voor ons? En daar is uitgekomen dat het begrip kansengelijkheid heel nadrukkelijk weer als verbindend thema neergelegd is. En dat ze heel nadrukkelijk aangeven dat ze een belangrijke rol zien voor de BSB als spin in het web, als verbinder in dat netwerk. En in het overleg met de gemeente is uitgekomen dat we dus de gymlessen die bij verzorgde op de scholen niet meer gefinancierd worden vanuit de gemeente, die financieren de scholen nu zelf. En dat geeft ons ruimte om een aantal andere activiteiten op te pakken. Zoals? Dus meer activiteiten voor volwassenen. De doelgroep gaat zich verbreden. Bijvoorbeeld, je kunt denken aan valpreventie voor ouderen. Niet wat fysiotherapie doet voor mensen die dat echt helemaal... Oké, dus dat is echt van jong naar oud gaan we nu? Ja, dus de doelgroep verbreedt zich echt van 0 naar 100. Dus we heten Brede Scholen Boxtel. Ze vragen of over 5 jaar nog Brede Scholen Boxtel, of dat als sluitstuk van die ontwikkeling niet ook een keer de naam aan moeten passen. Maar dat is niet het belangrijkste. Nee, oké. Okay. Hebben jullie nog wensen als Brede School? Hebben we nog wensen? Nou, weet je, de wens blijft natuurlijk hetzelfde, dat je zo goed mogelijk levert waar behoefte aan is voor, en dan aansluitend bij Lex, voor de inwoners van Boxtel, van 0 tot 100. De focus zat altijd heel erg op 4 tot 12 jaar. Dat verbreedt zich naar onder en naar boven toe. De wens is om de samenwerking die steeds beter en intensiever wordt, en met name ook met Contour de Twerren en MEE, want er zijn de andere... MEE, Contour de Twerren, ken ik wel, maar MEE? MEE is zeg maar de organisatie die voor specifieke doelgroepen, die daar heel veel kennis van hebben. Dus we hebben verschillende expertises, en door die samenwerking nog meer te verstevigen, ja, kun je eigenlijk iets bieden voor inwoners waar ook echt behoefte aan is, zeg maar. En ook, weet je, we weten met z'n allen de bevolking vergrijst, dus ook het stukje uit sociaal isolement halen en nou, dat soort dingen, ja, die komen erbij. Als een ander voorbeeldje is, het is vrijdag. Op vrijdag zijn hier altijd de fietslessen voor de nieuwkomers. Voorheen was daar natuurlijk geen ruimte voor. We deden daar wel incidenteel, omdat we het belangrijk vonden. Maar nu komt daar echt ruimte voor, omdat onderwijs de gymlessen betaalt. Dus de toekomst ziet er rooskleurig uit voor Stichting Brede Scholen? Nou, met name denk ik voor de inwoners van Boxtel. En wij zijn een van de partners die daar een rol in hebben. Gemeente Boxtel? Van de gemeente Boxtel. Alles. Ja, en we zijn dus een van de partners die daar een rol in hebben. En we hebben, daar gaf Lex net ook echt aan, in dat stuk draagvlakonderzoek hebben we ook echt aangegeven, wij willen alleen doorgaan als we echt iets toevoegen. Zo niet, dan moet je het boel opheffen. Nou, inmiddels is duidelijk dat we dus inderdaad iets toevoegen. Dus ja, in die zin rooskleurig. En kun je ook wat verder naar de toekomst kijken. En dat is heel prettig.
ook van de mensen die in dienst hebben. Want die willen natuurlijk wel iets bieden. Dus op naar de volgende 20 jaar. Zeker, ja. Misschien niet onder dezelfde. Wij niet. Het basisidee wel, denk ik. Met verandering van de doelgroep en misschien verandering van de naam. Maar de kern is er over 20 jaar nog. 20 jaar Stichting Brede Scholen. Dat moet worden gevierd. Dat gaan we ook zeker doen. 27 maart in de Verspillingsfabriek in Veghel. Met het netwerk. In Veghel? Ja, in Veghel. Ja, de Verspillingsfabriek. De Stichting Brede Scholen in Veghel. Ja, maar het is maar een plek. Hè. Het is ook heel dichtbij. Ons netwerk is best breed. Dus ook de Verspillingsfabriek. Die zijn natuurlijk heel erg bezig met het niet verspillen van voedsel. Wij zijn heel erg bezig met het niet verspillen van talenten. De sprekers die er zijn, die hebben het daar ook over op dat moment. Maar ook de samenwerking met de Verspillingsfabriek, die gaat ook wel wat meer gestalte krijgen. Weet je, sport en bewegen gaat ook over gezonde voeding en over een stukje voorlichting. En, dus... en hoe moet ik dat invullen, de samenwerking met de Verspillingsfabriek? Dat is nog heel open, maar we zijn met elkaar aan het verkennen. Goh, wat kunnen we voor elkaar betekenen in een stukje educatie voor onderwijs bijvoorbeeld. Is het vrij toegankelijk? Op uitnodiging, maar je bent altijd welkom. We zien jullie over 20 jaar terug bij de cursus valpreventie. Ik ben maar wie weet, ja, dan ben ik al behoorlijk oud, denk ik. Dankjewel, heel veel succes. Dankjewel. Graag gedaan.